lang niet klaar. Nee. Oh, ben u daar alweer? Zit u alweer te kijken naar mijn nieuwe vlog? Ja, als u mij nog niet kent, mijn naam is Marja van Katendrecht. In mijn vorige vlog had ik het al een beetje uitgelegen aan u. Wie of toch daadwerkelijk ben ik. Ik zit lekker thuis met mijn eigen. En het is fijn dat u bij mij even zo langs komt kijken. Terwijl u ook thuis zit en misschien iets voor uzelf aan het doen bent. Ik doe het een beetje voor mijn eigen. Maar ik doe het ook een beetje voor u. Dit vlogen. Ik zat net even lekker in mijn cursusboek, want ik ben een cursus aan het volgen. Leven met een man, hoe moet dat dan? Ja, want dat is voor heel veel mensen is dat een vraag. Nou, ik heb een heel fijn cursusboek ervoor gekregen. En dat is dan een van de dingen die ik zeg maar zelf doe in mijn leven als mens. En praat ik eigenlijk tegen u. En het leuke van het vlogen is ook dat ik steeds iets weg mag geven. Want als de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam overkomt mij heel veel. Maar ik krijg ook heel veel van de mensen. Ik kon het heus niet altijd allemaal zelf gebruiken of naartoe gaan. Dus in mijn vlogs ga ik dan iets weggeven. De ene keer is dat dan een kaartje voor theater. Of de andere keer is het een daadwerkelijk klein cadeautje. Of iets persoonlijks van mij. Maar dan denken we natuurlijk, ja, maar van mij persoonlijk. Maar wie ben u dan eigenlijk? En ik dacht, misschien is het goed om in deze vlog iets meer over mijn eigen te vertellen. Ik ben zelf namelijk geboren in Rotterdam op Katendrecht. In zeg maar, tijd dat Katendrecht, nou ja, nog een heel ander bestemmingsplan had dan het nu heeft, zeg maar. En mijn moeder die werkte daar. Die was altijd heel druk in de weer, zeg maar, met de ramenlappen. Vooral 's middags en 's avonds. En daardoor had ze heel weinig tijd voor mij. Maar ik denk wel dat ze van me gehouden hebben, hoor, mijn moeder. Ondanks dat ze heel vaak zei, ach kind, jij bent een bedrijf, zo'n lukje. En ik ben eigenlijk altijd wel op zoek naar de dingen die van mij van buiten afkomen. Om die in mijn eigen zelf ergens een plekje te geven. Ik ben natuurlijk naar de lagere school ben natuurlijk ook gewoon gegaan. Die heb ik niet helemaal afgemaakt. Want altijd zeg maar als de lente begon, dan kreeg mijn moeder het vaak wat drukker. S'avonds en 's middags ook erbij. En heel vaak moest er dan 's ochtends moest er het een en ander moest even opgedwaald worden. En omdat mijn moeder dan, nou ja, vaak even bij moest komen, zeg maar, van het harde werken van de avond ervoor. Zei ze altijd, Mai, trek er even een natte doek door. Verderop in de straat bij mij, daar woonde tante Kitty. En dat is weer een heel ander verhaal. Tante Kitty, dat was geen bloedverwant tante hoor. Dat was een soort buurvrouw verderop die de zorg voor mij op zijn eieren heb genomen. En tante Kitty, die heb talent in mij gezien. En die zei, je moet doorstromen. En toen ik 14 was en het echt een beetje raar werd om in klas 5, was dat toen nog klas 5 te lagere school te zitten. En ik wel kon schrijven en praten en rekenen al een beetje. Zei tante Kitty, ga nou maar stoppen met die lagere school en ga doorstromen. Dus toen ben ik doorgestroomd naar de huishoudenschool. En de huishoudenschool heb ik natuurlijk heel veel geleerd. Waar ik nu ook nog heel veel aan heb. Want als Huip, dat is mijn man, Huip Sterling. Als Huip aan wal is, dan heb ik altijd nog veel aan. Dan denk ik bijvoorbeeld altijd aan juffrouw Greet van de strijkles op de huishoudenschool. Want die deed altijd zeg maar met de hete bout. Hè? Juffrouw Greet met de hete bout. Die leerde ons strijken. En altijd als Huipje thuis komt. Kijk, ik heb hier voor de mensen die Huip nog niet kennen. Dit is de trouwfoto van mij en Huip. Hierop zie je dat wij getrouwd zijn samen. En we zijn samen getrouwd door mijn knikkervriendin Imke Marina. En daar kan ik later ook nog wel eens over vertellen. Maar als het dus Huip komt, dan doe ik lekker altijd z'n witte pak. Z'n witte kapiteinspak. Oh god, ik ga het even lachen. Dan ben je daar. Ja, doe ik lekker z'n witte pak. Doe ik altijd lekker, een beetje lekker.
lekker in de bleek. En dan doe ik het altijd in de stijfsel. En na de stijfsel doe ik het dan altijd lekker opstrijken. En dan kan hij er zo op de woeste paarden. Kan hij er weer even lekker tegenaan. Ja, nou ja, na de huisartsschool, die ik trouwens niet helemaal afgemaakt heb hoor. Maar toen kwam ik eigenlijk zelf persoonlijk in een soort gat kwam ik terecht. Dat is natuurlijk ook makkelijk met mijn achtergrond, want ik kom uit een armoedegezin. Zoals veel mensen wel zullen begrijpen, dat noemden ze toen een armoedegezin. En dan mocht je af en toe, mocht je dan op kamp, en dat noemden ze bleekneusjeskamp. En dat bleekneusjeskamp, dat was op Ameland. En dan mocht ik dan 2 weken in de zomervakantie, mocht je daar dan naartoe. En dan vragen mensen wel eens, mevrouw Verkaten, wat was dat nou? Wat was dat nou precies, dat kamp? En dan zeg ik altijd, nou, daar kan je heel veel dingen bij fantaseren, maar je moet het eigenlijk zien als een soort Nederlandse foie gras situatie. Want dan weet je natuurlijk het hele jaar door viel je af, doordat je bijna niet at of alleen maar vloeibaar aan de vorsten was. Dan ben je een soort 2 weken lang weer volgestort met pap. En na 2 weken ging je die boot weer op en dan gooi je er weer een jaar tegenaan op het vasteland, zeg maar, snap je? Ja, dat verrijkte mijn jeugd natuurlijk enorm. Ik ben eigenlijk nu nog in het huis waar mijn moeder ooit heeft gewoond. Alleen dan zonder mijn moeder, want zij is er niet meer. Zij is er niet meer. Zij is overleden. Ja, maar het is soms ook mooi om over te praten. En dat kan dus allemaal in deze vlog. Je ziet, ik ga gelijk al heel persoonlijk tegen u zitten praten. Maar misschien wil u ook wel persoonlijk tegen mij praten. En denk u, ja, mevrouw van Kaarten, ik zou zo graag iets terug willen zeggen nu. Maar dat gaat niet. Maar dat gaat wel. Dat gaat wel. Want u kunt daarboven of daar beneden, dat weet ik nooit precies. Daar kan u klikken en dan kan u zijn eigen abonneren. En als u zich abonneert op mijn vlogs, dan elke keer als ik een nieuwe vlog doe, wat ik dus elke week ga proberen te doen, dan krijgt u een pop-up, en dan kan u dan op klikken en dan ziet u mij weer. Maar u kan ook reageren via de Twitter, of via de Instagram, of via Facebook, Marja van Katendrecht, of via de e-mail. En de e-mail is gewoon dat je een brief kan schrijven met de elektronische post naar Marja van Katendrecht @ Dat is een apenstaartje. Hotmail.com. Dat betekent hete post op het Amerikaans. Ja, en dan kan u gewoon iets aan mij schrijven. En dat lees ik dan. En nou, dan leek het me leuk voor deze keer. Als u nou iets heel moois of bijzonders hebt. Dat ik u misschien de volgende keer uitnodig om er zelf over te komen praten. Maar misschien dat het mij ook wel raakt. Diep van binnen als mens. En ik heb natuurlijk bijzondere dingen als zijnde de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. Zoals ik bijvoorbeeld, heb ik een visitekaartje. Maar dat is niet gewoon zo'n klein, heel goedkoop visitekaartje. Maar ik heb deze heb ik gekregen van de gemeente Rotterdam. De Marja aanzichtkaart. Liefst Marja staat hier ook. En daarop staat op de achterkant zet de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. Dat kan u hier ook zien. En ik dacht, nou is het leuk als u nou iets aan mij schrijft. Dan schrijf ik u iets terug op een aanzichtkaart. En dat doe ik dan naar iemand die dat heel leuk vindt. En dat lijkt me dan heel leuk om dat naar u toe te gaan sturen. Nou, zo komt er natuurlijk nog veel meer. Ik ga elke week iets weggeven of iets doen. Ik ga elke week iemand proberen uit te nodigen. En ik ga met iets heel origineels komen. Maar daarover pas in de volgende vlog ga ik meer vertellen. Maar dat is helemaal nieuw. Dat is op de hele wereld nog nooit gedaan. Maar dat komt omdat van mijn eigen ideeën natuurlijk. Wat ik ga ontwikkelen. En hopelijk samen met u. Want ik vind het altijd fijn om met elkaar iets te doen. Dus dat we het niet alleen doen, maar met elkaar. Maar dat is dan van volgende week. Ben je al nieuwsgierig? Ja, goed. Zo houd dat vast. Maar schrijf eerst even een briefje terug. Of schrijf comments. Of schrijf iets op mijn Facebook. Of wat dan ook. Als ik maar van iets van u hoor. Want dat vind ik fijn. Dat u iets van mij hoort. Maar dat ik ook weet dat u iets van mij hoort. En dat ik weer iets van u hoor. Snap u nog hoe het werkt in mij? Ja, ik hoop dat bij u ook zo werkt. Nou, dan zeg ik voor deze keer. Toe jullie doken. En tot de volgende keer maar weer. Dag hoor, lievertjes. Dag.